het was echt compleet ander. Ja, gisteren was natuurlijk een beetje hetzelfde soort weer, maar als je heel de week gewend bent om in 35 graden te rijden en het is dan amper 20 graden en bakken met regen erop, dan is het wel weer even omschakelen. Dus ja, ik kreeg op een gegeven moment ook een beetje het gevoel dat ik iets te weinig had gegeten. En ja, het liep gewoon allemaal een beetje stroefjes, niet zo super, denk ik. En dus mijn gevoel was eigenlijk niet, in ieder geval gisteren was het beter. Welk gevoel overheerst dan nu aan de finish? Ik bedoel, want nou, de kopman, Wilco, die doet hartstikke goede zaken. Ja, toen ik dat hoorde, toen dat stemt natuurlijk super tevreden. Dat is echt gaaf om te horen dat hij met de beste omhoog rijdt. En dan moet die tijd er straks nog komen. En er zit wel een stijgende lijn in bij hem, dus dat is echt wel hoopgevend. Dat is gaaf. Jij zelf had nog een hele goede positie in het klassement. Je verliest iets terrein. Is dat iets waar je zelf nu nog over kan, ja, kan balen? Nee, eigenlijk niet. Want dat is ook niet waar ik hiervoor gekomen ben. Ik moet gewoon zo lang mogelijk proberen bij Wilco te blijven. En uiteindelijk, ik sta volgens mij nu 15e of zo. Dat is alsnog ook niet slecht. Maar de vijfde plek van Wilco, dat hij nu algemeen staat, dat overheerst wel. En dat is echt top.